Lieve vrienden van de Gulden Middenweg, fijn dat ik weer tot u mag spreken. Het is vandaag 30 april, 1 uur. En uh, de, goede, de Gulden Middenweg geeft u van harte welkom bij de 180ste aflevering van Veritas Vos Liberabit. De waarheid zal u vrijmaken. Allereerst dank aan onze uh, spenders, de mensen die ons geld uh, overmaken, giften doen. Hartelijk dank voor uw commentaren, daar zitten vaak hele uh, diepe inzichten zitten erbij. Dank voor uw abonnementen. En uh, ga zo verder. Kijk ook op het uh, telegramkanaal van de Gulden Middenweg. Daar uh, verzamelt onze redactie hele interessante onderwerpen, artikelen over tal van onderwerpen. En dat is zeker de moeite waard. Abonneert u zich ook op dat uh, kanaal en zorg dat we boven de 10.000 komen. Niet ter uh, mijn ere, maar ter uh, verspreiding van de boodschap op zo groot mogelijke en uh, zo uitgebreid mogelijke manier. Goed, waar kunnen we het nu anders over hebben dan over de positie van de Europese gemeenschap? Over uh, Oekraïne en over Rusland voor een stukje. We zien dat de mevrouw Ursula von der Leyen maar eenheid predikt en net zoals meneer Jens Stoltenberg dat voor de NATO doet, zo doet zij dat voor de EU. Uh, we are unified in our approach. Nou, een woorden van die strekking. Maar is dat nou wel zo? Nou, dat was misschien een tijdje zo, maar dat is er lang niet meer omdat er in Europa landen zijn die uh, nu in de gaten hebben gekregen... dat als ze de politiek doorzetten dat ze geen Russisch gas afnemen. En dat kan alleen maar door middel van, uh, van roebels. En door middel van het overtreden van sancties. Dat ze dan uh, ja, geen airconditionings deze zomer kunnen laten draaien. En uh, dat vinden ze natuurlijk niet leuk in warme landen. Uh, het, is, uh, het is dan een soort keuze die ze hebben van... Uh, ja, oorlog of de erko. Nou, daar wordt in verschillende landen wordt daar verschillend op gereageerd. Er zijn overigens al vier landen die eh, kennelijk die sancties overtreden hebben. en Russisch gas gekocht hebben. Waarschijnlijk in Roebel, daar zal ik u zoiets over vertellen. Er wordt in ieder geval in verschillende landen wordt daar verschillend op gereageerd. Nederland blaadt met de Anglo-Saxische landen mee, zoals altijd. Brexit of geen Brexit. Dat is al in de loop van de geschiedenis van de afgelopen 200 jaar is dat zo. En dat zal de komende 200 jaar, als er niets verandert, zal dat ook wel zo blijven. In Italië, daar kiest men ervoor om zich te rantsoeneren. Daar heeft meneer Draghi gezegd dat de, um, de airconditionings in de zomer niet onder de 25 graden mogen. En in de winterperiode niet boven de 19 graden, de verwarmingen niet boven de 19 graden gedraaid mogen worden. Dus met andere woorden, rationering, de burgers uh, beperkingen opleggen. In uh, Duitsland uh, gaat dat op een andere manier. Want uh, ja, er zijn allerlei sancties afgevaardigd en voor bedrijven is er door de Europese Unie een, in Brussel een handleiding is er, uh, opgesteld. En die handleiding die zegt dus hoe bedrijven zich moeten gedragen ten opzichte van, uh, van de Russen. En uh, ja, betalen in roebels is er niet bij. Russisch gas afnemen ook niet. Dat zijn allemaal die sanctiebepalingen. En de vraag is natuurlijk uh, of dat werkt. Polen en Hongarije, dat zijn twee voormalige landen. die zijn nog steeds, uh, zoals veel andere oud landen, niet over een trauma van de bezetting door de Russen heen. Uh, die weigeren om, te, om zo te betalen. Die krijgen geen gas meer omdat ze weigeren om in roebels te betalen. Nou, uh, of ze dat nou in roebels willen betalen of niet. Het is verboden om uh, met uh, de Russische centrale bank. Uh, of met Russische bedrijven zaken te doen. Dus dat, dat zou eigenlijk al voldoende moeten zijn. Maar er is een truc opgevonden. De uh, bedrijven die openen twee rekeningen. bij de Gazprombank. U weet dat bedrijf wat zich bezighoudt met de exploitatie van het Russische gas. Gazprombank. Eén rekening in euro's. En één rekening in roebels. Nou, wat gebeurt er nou? Meneer Poetin die wil uh, betaald hebben in roebels. Uh, het Nederlandse bedrijf uh, dat betaalt, of oh, het Oostenrijkse bedrijf, het Duitse bedrijf dat betaalt in euro's. En uh, die betaling die wordt pas geaccepteerd op het moment normaliter uh, dat er uh, dus roebels betaald zijn. Maar dat heeft de Europese gemeenschap nu uh, vervroegd. En de betaling in die euro's die is dus al voldoende om uh, uh, zeg maar de betalingsverplichting uh, als voldaan uh, uh, te hebben. Maar meneer, uh, uh, meneer Poetin wordt nog steeds in, uh, in roebels betaald en niet in euro's. Dus dat is een soort uh, trucje. Uh, de sancties die worden daarmee uh, omzeild. Uh, en dat is natuurlijk een hele merkwaardige zaak. Wij worden maar voorgehouden, uh, Unity, uh, Rusland, de grote boosdoener. Maar uh, er zijn dus een aantal bedrijven in Europa, onder andere uh, Eni in Italië. En ook uh, OMV, uh, de Oostenrijkse firma. En ook nog een Duitse firma, de grootste Duitse firma. Ik geloof dat het ProNet of uh, Prover heet. Die, uh, ja, die maken gebruik van dit trucje. Nou, wat krijg je dan voor resultaat? Op de ene. Op de ene aan de ene kant uh, zijn we bezig om uh, de Russen ongeveer tussen de 200 en 800 miljoen per dag te betalen voor de leveranties van olie en gas via deze, via deze truc. En aan de andere kant uh, zijn we uh, wapens uh, aan het sturen om Poetin uh, zijn oorlogsinspanning in Oekraïne uh, te, uh, te bestrijden. Dus dat is natuurlijk weer een, een stuk pure misleiding. Hè. Die handleiding die wordt aan grote bedrijven wordt die verstrekt, maar die wordt niet aan het grote publiek wordt die bekendgemaakt. Uh, ik ben daar uh, ja, door middel van een studie uh, van onze redactie ben ik daarachter uh, gekomen. Maar uh, dat wordt dus niet uh, gepredikt. Maar, en die truc die wordt nu al helemaal niet uh, gepredikt, maar die truc die is er wel. Dus beleiden met de mond het ene in de Europese Unie en vervolgens het andere uh, doen. En dat is natuurlijk ook logisch dat meneer Scholz bijvoorbeeld uh, kiest voor uh, de gaslevering... ...en ook die grootste Duitse uh, gasbedrijven en energiebedrijven... ...dat die daarvoor kiezen, want anders dan gaat de Duitse industrie uh, gaat naar de gallemiezen. En ja, dat gaan ze natuurlijk niet doen. Dus aan de ene kant propaganda om u te laten geloven dat we de Russen helemaal afknijpen... ...en dat we absoluut geen gas en olie meer van ze kopen... Maar aan de andere kant, de tankers in Rotterdam laten binnenvaren met de gemengde olie, die ineens een andere bestemming heeft als Rusland. En dus hier bij dit gas deze truc uithalen door eigenlijk in roebels te betalen, maar dan versluierd omdat er twee rekeningen zijn: een eurorekening en een roebelrekening. Nou, misleidender kan je het eigenlijk niet voorstellen. En uh, ja, dat is bijna schering en in inslag geworden bij onze bestuurders, omdat. Uh, we zien dat het steeds meer om de beeldvorming van het publiek gaat en steeds minder op de, om de, uh, de werkelijke inhoud. Als je dat nou even vanuit een, uh, een helikopterview probeert uh, te bekijken, dan zie je eigenlijk dat het, uh, het energiekartel dat uh, profiteert nu door middel van de gestegen gas- en benzine- en olieprijzen. Het financiële kartel gaat nu profiteren door uh, stijgingen van rente- en bankkosten. Het Pharma-kartel heeft zijn zakken gevuld de afgelopen twee jaar en zal dat misschien in de toekomst ook nog willen doen door middel van de C-hype. En de wapenindustrie, het andere kartel van de zes kartels die gaat, heeft het nu zover dat alle landen aan een 2%-norm gaan doen. Die eigenlijk alleen maar nodig is op het moment dat er een acute dreiging is van een vijand die het, het NATO-territorium binnen gaat vallen. En dat is natuurlijk absoluut niet aan de orde. Uh, 2% norm, oorlog in Oekraïne, wapens leveren, uh, prachtig natuurlijk, des te meer daar geschoten wordt, des te beter het voor het wapenkartel is. En uh, vergeet u niet dat uh, dat soort raketten, die daar afgeschoten worden op tanks en dergelijke, dat die uh, uh, honderdduizenden euro's uh, per stuk kosten. Uh, een ander uh, fenomeen is uh, dat je ziet dat de Amerikanen Afghanistan uh, voor ongeveer uh, uh, 2 miljard of 3 miljard aan, uh, nee, het was 7 miljard uh, aan wapens, helikopters, vliegtuigen uh, hebben laten staan. Zou je zeggen, ja, wie doet dat nou in hemelsnaam? Nou ja, dat is natuurlijk het wapenkartel wat dat zegt. Laat lekker die oude zooi daar staan en dan gaan wij een nieuwe voor jullie maken. En dan kunnen we de Amerikaanse belastingbetaler nog wat verder in de schulden steken. Uh, dat ten aanzien daarvan. En je ziet dat meneer Scholz hier is nu bezig gedwongen om uh, toch wapens te leveren. Nou ja, daar is dan sprake van de Gepard. Dat is een, een, een luchtdoelartillerieinstrument. Uh, uh, instrument. Dat is destijds in uh, de 80e jaren van de vorige eeuw is dat uitgefaseerd vanwege de ongelooflijke hoge opleidingskosten. Het is dus niet zo van zet even een jongetje in, in zo'n Gepard en laat hem ermee schieten. En, en dan haalt hij wel vliegtuigen uit de lucht. Dat is absoluut niet zo. Dat is met de panzerhowitzers ook niet zo. Dat is een gecompliceerd wapen waar maanden training voor nodig is. Nou, die gaan ze er leveren. Uh, het grote probleem was dat er weer geen munitie voor die dingen was. Nee, die zijn natuurlijk al lang uitgefaseerd. Dus men is nu in Zuid-Amerika bezig om nog te kijken of daar wat patronen voor die dingen te vinden zijn. Hetzelfde geldt overigens voor de Marder. Dat is eigenlijk ook een uitgefaseerde... Uh, ...panzervoertuig. Dat is vervangen door de Puma. En ook die Marder is een heel... ...gecompliceerd uh, wapensysteem. En uh, ja, dat is helemaal niet... ...geschikt om uh, zomaar een... ex militair uh, te bedienen en daarmee te rijden... ...en daar doelgericht mee te schieten. Want daar zitten heel veel technische... ...systemen in. Uh, computersystemen... ...optische systemen, vuurleidingssystemen... ...en daar moet je gewoon ongelooflijk... ...een ongelooflijke opleiding voor hebben. Dus... Daarin kan je zien dat die meneer Scholz, ja die zit zoals ik u vorige keer al zei tussen het aanbeeld en uh, de hamer in. En die zit te schipperen waar het maar kan. In ieder geval is het sturen van de Gepard en de Marder is dat uh, niet uh, voor mij een indicatie over het feit dat Duitsland uh, nu vol uh, Oekraïne gaat te steunen. En daar hebben ze natuurlijk ook geen belang bij. Um... Ja, je hebt ook nog het, telecom, uh, uh, het, uh, het telecommunicatiekartel, nou ja, dat verdient natuurlijk al genoeg met alle systemen die er nu zijn. Maar je ziet dus eigenlijk dat die kartels, die, hebben, um, ja, die worden gewoon geholpen uh, door uh, de regeringen om uh, hun zakken rianten te kunnen vullen. En dat gaat allemaal ten koste van de belastingbetaler, die dat in de toekomstige betalingen van belastingen weer moet, op, uh, moet ophoesten. En dat past natuurlijk weer prima in het uh, You will Own Nothing concept van het WEF. En zo zijn er meer van die acties die daar prima in passen. Ja, dan wilde ik het ook nog met u hebben over: ik heb uh, al verschillende keer geschreven dat Nederland uh, zijn belastingverdragen prostitueert. En wat zijn dat nou, die belastingverdragen? Die belastingverdragen die zijn bilateraal gesloten dus tussen Nederland en andere landen. Nou, omdat Nederland een handelsland is, zijn er heel veel verdragen door Nederland gesloten. En die zorgen ervoor dat in internationale situaties geen dubbele belasting betaald wordt. Dus uh, de belastingheffing wordt of aan het een of aan het andere land toegewezen. Als er nou uh, geldstromen door die landen heen lopen, in het kader van rente of, of uh, royalties of dividenden, dan is er ook. Een mitigatie, dus een verlaging van de bronheffingen die er op die uh, geldstromen gegeven wordt. En dat is natuurlijk zeer aantrekkelijk voor landen die internationale zaken doen. Nou, is de Nederlandse regering. die is bezig geweest. Uh, in verschillende sessies. Uh, misschien dat ik daar ook een foto van uh, uh, kan plaatsen. bij deze video. Die is bezig geweest om een soort verkoopsessies te houden in Rusland. En uh, ja, daar waren aanwezig meneer Rutte, maar ook uh, meneer Timmermans, uh, mevrouw Plouwme, uh, meneer Van der Kamp, mevrouw Jet Bussemaker. Dus een heel uh, breed uh, uh, palet van, uh, van bestuurders en uh, politici. En die zaten daar dus met de Russische oligarchen aan tafel om eigenlijk de uh, belastingontduiking. Ja, het heet uh, belastingontgaan, maar dat is even een moeilijk woord uh, nu. Om die belastingontduiking die men daar doet, om die in Nederland te faciliteren. En op die manier zijn er ook ambassadepersoneelsleden zijn er ingeschakeld. En die ambassade, dat ambassadepersoneel had daar zijn buik van vol. Om daar als een soort uh, salespersonen op te moeten treden. En te moeten opzitten en pootjes geven. Uh, terwijl zij zagen en informatie hadden over het feit dat er natuurlijk hele linkse jongens uit Rusland van die, uh, van die structuren gebruik gingen maken. Want u moet niet vergeten, die oligarchen die er in Rusland zijn, die hebben in de tijd van meneer Yeltsin, hebben ze gewoon dat hele land hebben ze vastgepakt. Ze hebben de industrieën gepakt, ze hebben fabrieken gepakt, et cetera, et cetera. Vaak met de methode pistool op het hoofd. Bureaucraten omgekocht, de bureaucraten het pistool op de hoofd gezet. En zo hebben ze die grote industrie in handen gekeken, gekregen, en zijn ze pissant rijk geworden. Nou, dat was nog niet voldoende. De opbrengsten van die fabrieken die moesten ook nog in het buitenland. Weg, dus de opbrengsten in Rusland moesten ook nog weggesluist worden naar andere landen. Zodat de, de kosten van die structuren en van de betaling van rentes en dergelijke afgetrokken kon worden van de Russische winsten. Dus dat is een soort winstdrenage, waardoor er in Rusland veel minder betaald hoeft te worden. Nou ja, en daar heeft Nederland zich dus over sterk gemaakt en ja, verkooppraatjes gehouden. En dat ambassadepersoneel wat erbij ingeschakeld was, ja, die had daar zijn buik eigenlijk van vol. Maar je ziet dus ook hè, dat er dat soort uh, morele mensen zoals mevrouw Plaume en uh, meneer van der Kamp en mevrouw Bussemaker en meneer Timmermans, die zaten daar ook aan tafel om, uh, om dat uh, mooie praatje te houden van Nederland. Kom toch naar Nederland en uh, laat je uh, doe je belastingontduiking via Nederland. En zo ging het. En zo lopen er door Nederland miljarden euro's per jaar. En daar profiteert de hele Amsterdamse Zuidas van. Notariskantoren, belastingadvieskantoren, accountants, firma's en wat iets meer zijn. En kleine kantoortjes die zijn al, zijn al exposed. Maar er zijn ook hele grote kantoren die zich daarmee bezighouden. En er zijn zelfs ter beurzen genoteerde kantoren die zich bezighouden met deze, met deze business. Ja, kom naar Nederland. Kom naar Nederland. Bij ons is je geld veilig, uh, et cetera, et cetera. Wij hebben een goed banksysteem, een mooie infrastructuur. Kom naar Nederland, kom naar Nederland. De vraag die natuurlijk reist nu, omdat uh, ja, ik uh, ben van mening dat er in de politiek, in het openbare leven, nooit iets gebeurt wat niet gepland is. Wat je je nu gaat afvragen is of Nederland dat met opzet gedaan heeft. Je ziet nu dat al dat Russische geld dat wordt in beslag genomen en dat, uh, dat wordt uh, ja, eigenlijk in handen gespeeld van de Nederlandse regering. En de vraag is nu of dat niet met opzet gebeurd is. Met andere woorden, of die verkooppraatjes niet van tevoren al, voordat er nog sprake was van de oorlog in de Oekraïne, of dat niet een soort voorbereidende handeling geweest is om zoveel mogelijk Russisch geld uit Rusland te krijgen om daar later beslag op te kunnen leggen. Shell is bijvoorbeeld een keer uit een groot project gedrukt als een meerderheidsaandeelhouder. Misschien dat er ook een soort wraken daar nog achter zit om de Russen eens dus even een lesje te leren. Wie zal, het, wie zal het zeggen? Ik hoop dat u over deze vraag wil nadenken en daar misschien wat research over zou willen doen. Als we nou naar Oekraïne kijken, dan zijn er een aantal mensen die zijn gespecialiseerd in de speltheorie. En die uh, behandelen een aantal noties van de speltheorie om te kunnen kijken hoe dat nou met Oekraïne zit en dat conflict met Rusland. Uh, als het gaat om solidariteit, dat is een van die noties die in uh, die speltheorie zit. En de vraag wordt dan gesteld: heeft men het idee dat uh, het, de Oekraïnse regering betrouwbare vrienden voor de toekomst zijn? Uh, is. Dat een betrouwbare partner voor de toekomst. Met andere woorden, wij helpen Oekraïne nu, maar gaat Oekraïne ons vervolgens ook in solidariteit, als wij dat nodig hebben, terughelpen? Nou, de meeste mensen die zeggen daar nee op. Een tweede notie is de reputatie. De NATO moet continu met de retoriek terugslaan. Uh, vanwege het feit dat ze een reputatie op te houden heeft, dat ze uh, ja, uh, in staat is uh, tot de verdediging. En in de speltheorie is het zo dat het uh, vaak het meteen reageren tegen een agressor een uh, heel fout iets is, omdat dat leidt tot een opschaling, uh, wederzijds uh, tot een ladder beklimmen van een, wapen, uh, van een wapenwetloop. Uh, dus uh, dat doet men uh, normaliter niet. In dit geval is er ook nog een groot verschil uh, tussen de belangen van de Verenigde Staten en de Europese Unie. Uh, het is namelijk zo dat de Europese Unie betaalt voor dit uh, conflict en dat de Verenigde Staten eraan verdienen. He, zij leveren wapens, et cetera. Dat uh, noemen ze dan uh, uh, lease or lend, lend or lease. Nou ja, die hulp, uh, dat zijn allemaal leningen uh, die ook weer opgebracht moeten worden door het Oekraïnse volk op het moment dat uh, de oorlog is afgelopen. Uh, de Europese Unie die betaalt nu door uh, hogere gasprijzen, door hogere prijzen voor de producten, omdat die producten gemaakt worden met olie en gas, etc. Dus daar zit een uh, belangenconflict tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie aanwezig. Um, de Verenigde Staten, omdat het uh, ver van hun huis is, zullen ook veel eerder bereid zijn om uh, een daadwerkelijke oorlog, een hete oorlog te voeren, als dat Europa dat is. Dat is natuurlijk ook volstrekt uh, duidelijk. En dan is er ook nog uh, een andere notie, en dat is de eindspelfase. En dat heeft betrekking op hoe kijken de partijen nu aan tegen uh, de fase waarin dit conflict zich bevindt. Nou, het uh, is duidelijk dat meneer Poetin, voor het Westen is duidelijk dat meneer Poetin niet uh, ten eeuwige leste in uh, Rusland op de troon uh, blijft uh, zitten. <coughs> maar omgekeerd voor meneer Poetin is het zo dat zijn uh, eindspeltheorie en de periode die hij overziet. ...daardoor misschien wel veel korter is als die van, uh, van het Westen. En dat zou dus uh, kunnen betekenen dat hij tot hele andere maatregelen bereid is over te gaan... Uh, ...dan uh, waarvan het Westen dat verwacht. Nou is het zo dat uh, hetgene wat uh, gevaarlijker genoemd wordt door iedereen... ...ja dat is eigenlijk uh, niet, uh, niet zo gevaarlijk meer... ...omdat iedereen uh, die dat gevaar signaleert die uh, kijkt ernaar en die gaat er iets aan doen... Uh, het grote gevaar zit in de dingen uh, die men niet als gevaarlijk uh, beschouwt. En uh, mijn verwachting is dus dat uh, deze warme oorlog uh, uh, lokaal uh, zal uh, blijven. Daar zal men uh, zoveel mogelijk uh, heen en weer uh, knallen, althans van het Westen naar uh, de Russen. Het uh, uh, doel is immers, immers om Rusland te verzwakken. Maar er zijn buiten deze lokale warme oorlog, die natuurlijk verschrikkelijk is en die zo snel mogelijk beëindigd moet worden door diplomatie en door mensen van statuur en uh, met, met een visie. En als ik die mensen daar uh, zie rondlopen... meneer Blinken, die komt uh, op mij over... als een, uh, als een zeer zenuwachtige uh, aardrijkskunde leraar... van een middelbare school. Mevrouw von der Leyen, die komt op mij over... als uh, de eigenaresse van een kindercrash. Uh, dan heb ik niet het idee dat die mensen in staat zijn... om uh, dit conflict tot een einde te brengen. Ten meer ook al omdat de Verenigde Staten, Washington... de deep state al daar helemaal niet van plan is... Om deze oorlogen te, be te beëindigen. Want immers, het wapenkartel uh, vult zijn zakken aan dit conflict. Um, nou is het nu die warme oorlog met wapens. Er wordt inmiddels worden inmiddels natuurlijk ook talloze andere oorlogen tussen die partijen gevoerd. Uh, denk eens even aan de onderzeers die patrouilles houden langs de glasvezelkabels die tussen de Verenigde Staten en Europa liggen, bijvoorbeeld. Uh, ja, als uh, die onderbroken worden of beïnvloed worden of afgetapt worden, dan uh, heeft dat een heel grote, kan dat een heel groot gevolg hebben voor uh, handel in effecten, voor uh, allerlei uh, aankopen, voor het verzenden van berichten, etcetera, etc. Cetera. Dus dat is een, een voorbeeld van zo'n andere oorlog, die geen warme oorlog is, maar wel een oorlog die gevoerd wordt. Dat is natuurlijk ook de infooorlog. Dat gaat om de beeldvorming van de massa's. Wie is nou het beste in staat om uh, die uh, massa achter zich te krijgen? Hè? Wie manipuleert dat? Wie uh, propa propagandeert dat? Wie misleidt uh, die, die massa? Uh, dat is een andere uh, vorm van oorlog. Nou, dat zie je aan beide kanten. Hè? De, uh, de Russen worden beschuldigd van de, meeste, uh, de meest gruwelijke feiten van oorlogsmisdaden. De Nederlandse Marshallsees zijn al afgereisd uh, naar Oekraïne om uh, daar onderzoek uh, naar te doen. Dat is eigenlijk net zoals met het MH17-project. Uh, Twee verdachten en je gaat met één van die verdachten ga je samen een reconstructie maken. Iets wat merkwaardig. Er is natuurlijk ook een financiële oorlog. Je ziet uh, dat uh, Poetin uh, die wil betaald uh, krijgen in roebels. Dat betekent dat uh, de roebel eigenlijk een petro-roebel wordt of een gasroebel. Uh, uh, om die, uh, dat gas te kopen moet je eerst roebels kopen. Dat betekent dat je een enorme ondersteuning geeft van de valuta roebel omdat er een continue vraag naar die roebel is. Dat is eigenlijk hetzelfde wat de Amerikanen uh, al uh, 50, 60 jaar doen. Dus uh, dat is een financiële oorlog. Die financiële oorlog die gaat ook over goud. Uh, de roebel is nu gekoppeld uh, aan het goud. Uh, er is productie van goud in Rusland. Dat wordt door de Russische staat bijna helemaal opgekocht. Uh, in die financiële oorlog zie je ook dat er allerlei uh, latente en slapende uh, uh, samenwerkingsverbanden belevendigd worden. Hè. Denk maar aan de BRICS-landen. Die nu gaan samenwerken, China met Rusland samenwerken, daar komt Brazilië bij, Zuid-Afrika, India. En ja, voordat je het weet zijn de Amerikanen die staan met, met lege handen. En de, de, Europese, de Europese Unie wellicht ook. Dan is er ook nog een handelsoorlog. Wie beheerst de leveringsketens? Nou ja, je ziet dat er in, in, in Duitsland bijvoorbeeld al automobielfabrikanten hun productielijnen hebben moeten sluiten. Omdat er bepaalde onderdelen niet geleverd worden. Je, het is ook interessant om te bedenken dat de, de zijderoute bijvoorbeeld. Dat die voor een groot deel door Rusland loopt. Een ander fenomeen wat eigenlijk niet heel erg bekend is. Maar wat steeds belangrijker wordt. Dat is dat Rusland met zijn grote ijsbrekervloot. Uh, de absolute basis in de route uh, van Europa naar, uh, naar China en naar Oost-Azië, uh, die boven Rusland uh, doorgaat. En uh, ja, hier wil ik het bij laten. En ik wens u al het goede, waar u ook bent.